Na een korte winterstop rolt ook de bal op de hertgang weer. PSV onder 17 oefende op dinsdagavond tegen Brabant United onder 17. Een mooie test voor de ploeg van Peter Uneke, die zaterdag weer voor het Echi begint. Dan is Vitesse in Arnhem de tegenstander. Dit is Bertalan Koen met een hele mooie actie. Gaat op zoek naar Joël Pirou. Die wordt niet gevonden, maar via Wallenburg. En hier Tsatic. Alsnog de kans voor spits Pirou, maar hij kopt de bal over het doel van Sam van Rooij, de doelman van Brabant United. Brabant United plaatste zich niet voor de kampioenenronde na de winterstop. PSV wel. En hier komt de ploeg van Uneke op voorsprong. De goal van Tsatic. En de assist was uitstekend. De voorzet kwam van aanvoerder Leandro Fernandes. Zoals gezegd, Brabant United plaatste zich niet voor de kampioenspool. PSV wel, en eerder in dit seizoen won PSV ook al met 4-0 van de bezoekers. Pirou blijft aan de bal. Joël Pirou met wat fortuin. En dit ziet er gevaarlijk uit. Tsatic vertrekt alweer. Amar Tsatic. Nu naast het doel van Van Rooij. Maar Brabant United, het heeft het ontzettend lastig. En het maakt het zichzelf ook ontzettend moeilijk. Lontwijk ontfrutselt hier de bal. Velida terug naar de doelman. Fernandes. Koen wacht daar op de 16. Krijgt de bal van Lontwijk. En vindt de verre hoek. En dan staat het 2-0 voor PSV onder 17. 9 minuten voor rust. En het staat 2-0 op de hertgang. Koen met de paas op Sekou Sidibé. Behendige buitenspeler. Laat dat hier zien. Het schot van Sidibé. Maar de redding van invaller doelman Noan Sandstra. Hier opnieuw Sidibé. Ah, glijdt dan weg. Dat is jammer. Want dit zag er gevaarlijk uit. Maar Brabant United, het komt er niet uit. En via Sidibé PSV opnieuw in balbezit. Pirou. Tsatic vertrekt alweer. Gaat alleen op Sandstra af. En dit is een koud kunstje voor de rechtsbuiten van PSV onder 17. 3-0 staat het dan. En het is de tweede van de avond voor Amar Tsatic. Sadilek. Tsatic in combinatie met Lontwijk. Tsatic krijgt de bal terug. Heeft de medespelers voor het uitkiezen. Kiest voor Pirou. En ditmaal wel de redding voor Sandstra. In de slotfase een vrije trap voor PSV. Getrapt door Gakpo. De redding van Sandstra. En dan daar Joël Pirou. En alsnog de treffer voor de spits van PSV onder 17. Zo eindigt het hier in 4-0. PSV wint van Brabant United. De competitie wordt zoals gezegd hervat komende zaterdag tegen Vitesse.